Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem je weer mee in de winkel, dus kijk gezellig mee. Vandaag heb ik weer een vlog voor jullie. Dit heeft een beetje de reden met Pasen te maken en in verband met de drukte. Maar ook de dagen qua verzending zijn wat anders. Omdat natuurlijk maandag verwerken ze geen pakketten bij de post. Dus vandaar nu een vlog en woensdag krijgen jullie weer een DIY van mij. Maar ook wel weer leuk, want ik ga wel weer heel veel dingen maken voor de winkel, voor Pasen. Dus dan kunnen jullie gewoon gezellig meekijken. Daarnaast zijn we dus ook druk bezig met de leegverkoop van de winkel. Dus er zijn heel veel bestellingen gedaan waarin ik jullie weer meeneem. Maar ik zal ook vandaag gewoon iets meer bloemwerk laten zien. Dus we gaan gauw aan de slag. We gaan buiten zetten en de boel staat er alweer netjes bij. En dan gaan we gauw aan de slag. Even een update over de webshop. De webshop gaat flink aangevuld worden. Dus wil je iets aan woonaccessoires zien, laat eventjes hieronder weten. Want dan heb ik nog tot en met zaterdag de winkel open. Vanaf dan gaat de webshop helemaal up-to-date worden. En kan ik heel precies voorraden bijhouden. Wat heel fijn is, want daardoor kan ik gewoon net wat meer aanbieden. Dus wil je wat meer ondergronden zien? Wil je wat meer soorten oasen zien? Wat dan ook, laat het me gerust weten. Ik ga jullie vanaf dan wekelijks meenemen op inkoop. Wat ik allemaal heb gekocht. En ook wekelijks wordt de website flink aangevuld. En misschien zelfs wel dagelijks. Dus mocht je dat leuk vinden, dan kan je dat in de gaten houden. Maar blijf dan vooral hier op YouTube mij volgen. Want ik zal alles ook met jullie delen. En als er weer wat nieuws binnen is, laat ik dat natuurlijk graag aan jullie zien. Dus ik heb daar helemaal zin in. Dus ik zal jullie daar zoveel mogelijk in meenemen. Winactie voor jullie, de leuke vlog aanbieding van deze week. Omdat het paas is, denk ik, ik verstop eieren hier in deze vlog. Ik laat letters zien in beeld. Misschien zeg ik wel eens een keer een letter. Naar aanleiding van die letters kan je een zin maken. En heb je de zin, zet het dan hieronder in de reacties. En dan doe je mee met de winactie. En dan maak je kans op een mooi bloemschikpakket. Dus dat is misschien wel een keer leuk. En ik zal jullie aan het eind van de vlog ook even het bloemschikpakket laten zien wat je dan kan winnen. Dus heel veel succes met het zoeken van de eieren. Zo, ik ga ondertussen boeketten maken. En pak vast pen en papier bij de hand, want hier is het eerste letter wat je van me krijgt. En dat is de U. Dus de U. En dan is het tijd voor de volgende letter, de W. De W. Zo, het inpakken gaat ook vlotjes. We zijn hier al lekker bezig. Met alle pakketten die vandaag nog weer de deur uitgaan. Nou ja, eigenlijk gaat bijna alles vandaag de deur uit. Want omdat Goede Vrijdag, Pasen en dat soort dingen erop zitten. Dan moet ik altijd even nadenken van hoe komt het goed en op tijd bij de mensen terecht. Maar komt helemaal goed. Ik kreeg een pakketje van Chiquelle binnen. En voordat we verder gaan, zijn jullie de letter nodig die er dubbel in zit. Ik mocht er wat uitjes van hun uitzoeken. Deze vlog is ook
Deze vlog is ook in samenwerking met hun. Dus super leuk, want ze hebben allemaal nieuwe voorjaars zomerdingetjes. Nou, dat komt goed uit, want ik ga binnenkort op vakantie. Even kijken, oh, zit er nog eentje in. Een leuk jurkje. Een heel leuk kleurtje. Deze, echt super leuk. Kijk dat printje. En hun verzenden echt razendsnel. Ik had het gisteren besteld en ik kreeg het vandaag al binnen. Dus echt super snel. Het is officieel een Zweeds bedrijf, dacht ik. En, maar ze versturen wel vanuit Nederland. Daar hebben ze dan. Ja, vanuit daar verzenden ze. Dan deze. Oh, hij is wel heel lang, denk ik. Maar ook hoog. Dat vind ik wel mooi. Ik had deze een maatje groter besteld. Want er stond op dat hij klein viel. Dus ik heb een 38 in plaats van een 36 besteld. Ook heel mooi kleurtje. Dan een basic shirtje. Die ook echt heel leuk is. En die wat meer die schoudervulling. En dat vind ik echt heel tof. Leuk. En die had ik zelf bedacht op dit broekje. Voor de zomer. Super leuk, dus die gaan met mij mee op vakantie. Ik heb weer een kortingscode, Carlijn 20. Krijg je 20% korting op een hele collectie met uitzondering van de zeel. En ik zet de linkjes eventjes hieronder neer. Dus dan kunnen jullie dat shoppen als je het leuk vindt. Goedemorgen, het is al heel vroeg. En ik ben alweer terug van bloemen halen. Ik heb heel veel bloemen opgehaald, dus die ga ik in de winkel zetten. En dan gaan we met een uur, anderhalf uur de winkel open doen. Dus ga even aan de slag, want we moeten echt flink boeketten maken. Zo, tijd om plantenbakken te gaan maken. Ik zat van buiten weer mooie bakken hebben, dus ik ga ze even mooi vullen. Ondertussen ben ik corsage aan het maken tussen de bedrijven door. Wel echt heel leuk om even te doen. En de winkel staat echt al heel mooi vol. Ik ga echt als een speer vandaag. Nadat ik terug was met de bloemen en de bloemen op water had gezet, ben ik plantenbakken gaan maken. Daarna heel veel boeketten gaan maken en vazen opgemaakt. Dus mijn dag gaat echt heel goed. Ik maak dus even deze bestelling en dan heb ik nog wat andere bestellingen. Ik krijg trouwens heel vaak de vraag hoe dit heet. Ja, caoutchouc. Bloemische teer wordt ook wel genoemd. Maar ja, eigenlijk heet het gewoon caoutchouc. Dat is een heel leuke naam om te onthouden. Leuk galgje woord. Goed, ik maak schaal even af en dan doe ik even een rondje door de winkel. En dan hebben jullie al een aantal letters verzameld. Dan komt het woordje gaat ertussen. En dan komt er een herhaling van een aantal letters die je al hebt. Dus daar maak je nog een woord mee. Die zet je daar nog eens weer achter. Dus ik ben benieuwd of het allemaal lukt. En of jullie alle letters, alle eieren hebben verzameld. En dan gaan we nu gauw verder. En wie weet komen er nog wel meer eieren of letters voor in deze vlog. Dus we gaan gauw verder met bloemwerk maken. En ik heb nog een aantal pakketten om in te pakken. Dus die ga ik ook eventjes inpakken.
Ja, het gaat gewoon helemaal lekker vandaag. Zo, het is ondertussen 4:30 en de winkel is weer bijna leeg, dus ik ga nog even wat mengen. We hebben wel de pakketten weggedaan, dus dat is allemaal voor de Pasen. Iedereen die wat had besteld voor de datum voor de Pasen, is allemaal weg. Dus dat is fijn, iedereen heeft snel de pakketten in huis. Dat is ook belangrijk, ik probeer dat zo snel mogelijk, zodra het binnen is, te verwerken. En fijn dat het ook juist in deze drukte nog weer is gelukt. Ik ga nu nog even weer verder met mengen van de winkel, dat de winkel weer mooi vol staat. En ja, dan zit de paas nog bijna weer op. En jullie hebben nog een woord van mij te goed. De letter V. Ik moest zelf even denken. De letter V. Het is ondertussen echt al heel laat. Het is echt al donker buiten. Maar ik heb de winkel vanmorgen echt helemaal spik en span vol staan. Dus laat Pasen maar komen. Fijn om morgen zo de dag te beginnen. Maar ik zou jullie nog eventjes het pakket laten zien wat jullie kunnen winnen als je de zin compleet hebt. Je wint allerlei oasen. Het is echt een mooi bloemschikpakket. Er zit echt van allerlei soorten. Een bol, een klein kransje. Ook echt heel leuk. Dan zit er nog touw in. Kijk, hij heeft zelfs al moeite met scherp stellen. Doordat het zo donker is. Een klos touw zit erbij in. Er zit nog van dit leer bij in. Dan heb ik nog krammetjes. En vilt. En ijzerdraad. Dus ja, al met al echt wel een heel leuk pakket om te winnen. Dus mocht je dat leuk vinden, zet alle letters achter elkaar. En maak er een zin van. Zet die hieronder neer. En wie weet heb jij de zin al goed en maak je kans op dit pakket. En dan hoop ik dat jullie het weer een leuke vlog vonden. We zijn echt heel druk geweest de afgelopen dagen. Dus het is tijd om morgen te knallen en dan Pasen te vieren. Ik wens jullie allemaal hele fijne paasdagen. En ik hoop dat jullie hebben genoten van alle paasbloemstukken hier in de vlog. Laat het me vooral weten, want ik vind het echt heel leuk om jullie reacties daarover te lezen. En dan wens ik jullie een fijne Pasen en een goed weekend ook.